Goedemorgen alle aanwezigen. Mag ik u van harte welkom heten bij de oplevering van de nieuw ingerichte vergaderzaal van de Nationale Assemblée. Een speciale welkom gaat uit naar de voorzitter van de Nationale Assemblée, meneer Marinus B. De ondervoorzitter, de heer Deel Sharman. De fractieleiders, de griffier van de Nationale Assemblée, mevrouw Ruth de Win. De geestelijke leiders, de architect, de heer ingenieur Darren Moongra. De directeur van aannemingsbedrijf Klipper Vastgoed, meneer Wiraj Moongra. Medewerkers en staf van het parlement, de pers. Welkom bij deze bijzondere aangelegenheid. Ik ben Gertruida Lusseng, ik ben voor vandaag uw MC. Het programma van de dag ziet er als volgt uit. Wij vangen aan met een toespraak van de heer Gayadin, voorzitter van de Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden, tevens initiatiefnemer van het project. Daarna volgt een toespraak van de architect, de heer Darren Moongra, gevolgd door een toespraak van de directeur van aannemingsbedrijf Klipper Vastgoed, de heer Wiraj Moongra. Daarna hebben we een toespraak van de fractieleiders. En de toespraken worden afgesloten door de voorzitter van de Nationale Assemblée, meneer Marinus B. Het programma zal verder worden vervolgd met de inzegening van de zaal door de verschillende geestelijke leiders. En daarna krijgen wij dan een rondleiding en afsluiting. Zoals bij u bekend, wordt binnen de Nationale Assemblée de richtlijnen in verband met een COVID-19-pandemie vastgesteld door de president van de Republiek Suriname stipt opgevolgd. Eén daarvan is de 1,5 tot 2 meter sociale afstand die in acht genomen moet worden. De inrichting van de vergaderzaal, zoals het er van ouds uitzag, was het heel moeilijk om deze afstand te houden. Leden konden de afgelopen vergaderingen niet op de voor hun aangewezen plekken zitten, dus moest er verandering hierin komen. En om verandering hierin te brengen, heeft het lid van de huishoudelijke commissie, lid Gayadin, stappen ondernomen. De werkzaamheden zijn op vrijdag 14 augustus aangevangen en vandaag hebben we afgerond en zal de oplevering plaatsvinden. Ik zal niet veel verder uitweiden over het project, maar ik vraag het lid Gayadin om u verder hierover te informeren. Mag ik uw aandacht voor de toespraak van het lid Gayadin? Bedankt, MC. Dames en heren, voorzitter van het parlement, ondervoorzitter, collega, griffier en media. Zeker onze architect en aannemer, maar ook de geestelijke. Van mijn kant, goedemorgen. Als voorzitter van een commissie, en wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie waarbij wij hier als nieuw parlement moesten beginnen en een aantal regels in acht zelf zouden moeten nemen en uitgaande van een beperking dat we een kleine zaal hebben hier, hebben we getracht om wat ideetjes die er waren om dat te proberen te implementeren. Wat we gedaan hebben is allereerst, ik heb gekeken wie in het begin heeft gezorgd, want dit pand, of tenminste die zaal is ingericht na brand van zoveel jaren geleden aan de Oud-Gravenstraat, toen hier ingericht moest worden met spoed. En ik keek en ik dacht, wie waren de mensen die dat toen gedaan hadden? En met een telefonisch contact, zeker naar, u zei steeds, Darren Moongra, al die Moongra's zijn bijna hetzelfde, maar het ging om Dayanand Moongra. Met contact gelegd te hebben met Dayanand Moongra, heeft hij direct zijn medewerking verleend om die ideetjes die er waren,
om dat op papier vast te leggen. En ik moet zeggen, dat is besproken binnen de beperkingen die wij hadden, want de zaal kunnen we niet groter maken, die middelen hebben we niet. We kunnen ook niet uitwijken naar een andere zaal, vooralsnog zeker niet. Dus wat over was gebleven om hier binnen te kijken, zoveel mogelijk te implementeren wat wel kon. En ik moet zeggen dat de heer Dainan Moongra met zijn ontwerp ons een lijn heeft gegeven. Er is hierna openbare aanbesteding gehouden, plaatselijke aanwijzing. Ik geloof 5 aannemers hebben meegedaan. En een van de aannemers was Klipper Vastgoed. En hij was ook de laagste. Dus we moesten middelen gaan zoeken. Maar met een klein gesprek, ook naar de heer Dainan Moongra toe, omdat wij als parlement geen middelen hebben, kreeg ik de mededeling vanuit Klipper Vastgoed dat zij dit aan de Surinaamse samenleving willen schenken. Het leek in eerste instantie, was ik niet helemaal eens, ik dacht dat hij bedoelde dat hij een korting zou geven. Dus ik heb weer voor de zekerheid moeten vragen en toen bleek dat hij daadwerkelijk wou schenken aan de Surinaamse samenleving. En dat hebben we gedaan en net zei de MC binnen welk termijn dit gedaan is. En het is echt binnen een paar dagen tot stand gekomen. Daarvoor zijn we de architect en de aannemer zeer dankbaar. Maar je weet, als je zoiets doet en binnen je interne structuren, als zij ook niet bijdragen om het geheel. En ik moet zeggen dat vandaag, terwijl we hier zitten, je ziet op het televisiescherm wat andere mogelijkheden die tot stand zijn gebracht, moet ik zeggen dat onze technische dienst, en zeker waar ik toch wel dank uit wil brengen, Winston Griffith, die constant heeft bijgedragen en begeleid, zodat dit uitgevoerd kan worden. Maar daar, wat ik zei, ons camerasysteem, dat we een heel nieuw camerasysteem hier zullen hebben, dat automatisch ook alles kan volgen. Daar wil ik zeker de heer Rudolf Sukai en zijn team daar, die van de audiovisuele en videoafdeling, dank uitbrengen. Met deze bijdrage die de afdelingen, maar zeker Griffier en iedereen die heeft bijgedragen, de afdelingen die hier intern hebben meegewerkt om dit alles tot stand te brengen, en zeker bijdrage vanuit architect en aannemer, wil ik zeggen dat wij getracht hebben om iets voor het Surinaamse samenleving en voor het parlement, zodat Huis van Democratie met volle spirit en volle moed verder kunnen werken om dit land te redden in de situatie waarin we verkeren. Ik denk dat ik hiermee mijn dank niet alleen heb uitgebracht, maar een beetje exposé heb gegeven hoe dit alles tot stand is gekomen. Bedankt. Dank u wel, meneer Gayadin. U heeft het verhaal gehoord. Ik denk niet dat het nog wijs is om meer. Ik vraag nu de heer Dainan Moongra. Ik weet niet waarom ik daarom Moongra wil zeggen, maar ik vraag nu de heer Dainan Moongra om kort het woord tot u te richten. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Toen meneer Gayadin met ongeveer 3-4 weken geleden vroeg om mee te werken aan de zaal, dacht ik, ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat ik doorlopend met DNA bezig ben. In 1995 waren we al bezig met de vergaderzaal in het oude gebouw, om te uit te breiden. En ik weet nog, in 1 augustus is het verbrand.
En ik was nog in juli bezig met ingenieur Beroos van Biologie om een grote bestrijding van houtluizen tegen te gaan. Top? En na de brand in augustus zijn we direct door een Derre Moengra, hij was toen directeur van OE, hebben we samengekomen en waren bezig met de locatie te zoeken. Eerst was waar ze voorlopig gevestigd was, in het DNA was gehuisvest in het KKF-gebouw. En op advies van Durham kwamen we op dit gebouw terecht, in het Oudparkgebouw. En toen moesten we snel een inrichtingsplan maken. Ik was toen architect op OE en dat hebben we toen gedaan. En daarna ben ik nog vele keren maar op de achtergrond bezig geweest met DNA ook. Ik heb heel wat meegewerkt aan de inauguraties in de eerste volksvergadering om ook een indeling te maken. En de inauguratie van de president in 1996, inauguratie van de president in 2000, inauguratie van de president in 2010 en inauguratie van de president in 2015 heb ik wel een voorbereidingen gemaakt, maar het leek afhankelijk dat het niet gehouden zou worden, maar is toch een beetje toch naar mijn ontwerp toch en toen doorgegaan. Maar om erop neer te komen, wij vinden het altijd, ik en de familie eigenlijk, ik vond het altijd leuk om voor DNA te werken. Waarom? Omdat ook de familie Moengra en het parlement van Suriname is een onlosmakelijke verbindenis. En vanaf 1949 tot 1957 was mijn opa Johannes S. Moengra in het parlement. Van 1957 tot 1963 was mijn vader Hari Persaat Moengra ook in het parlement. En vanaf 1963 tot 1995 was Lakshmi Persaat Moengra ook in het parlement. Vandaar ook denk ik toen na de aanbesteding een Wiraat met het idee kwam van hey, zoveel familieleden hebben al daar gezeten. Ik ga het project niet voor de kosten doen, maar ik ga het gewoon een schenking doen ervan. Maar dat zal je later op terugkomen. Maar toen ik de opdracht kreeg, heb ik direct een indeling gemaakt van dit gebouw. We hebben twee indelingen, één op strikt die 1,5 meter. Maar het bleek al gauw dat we nog een vierde rij moesten zetten. En dat er alleen maar een looppad van 80 centimeter aan de achterkant was. En dat was een beetje direct afgeketst. En toen zijn we gekomen op deze indeling. Van ongeveer 1,30 en 1,20 de laatste rij. En dat bleek een haalbare situatie voor DNA te zijn. En dat is toen aangehouden. We hebben toen het project en die tekeningen gemaakt. We hebben het aanbesteed. En een neef Wiraat zegt van, hey, ik ga het niet dinges. En ik ga het zelf op met eigen kosten gaat hij het doen als een schenking voor een overheid wegens de financiële situatie. Dus daar komt het op neer. Ik hoop dat degene die gebruik gaat maken van dit zaal. Weet, mijn opa was hier een parlementslid en hij had heel wat uitspraken. En een bekende uitspraak van hem is ook, ik leef dan liever in een land vol revoluties dan in een land waar men bang is corruptie en misdaad de kop in te drukken. Uit vrees voor zijn eigen kop of zetel. Dat heeft hij toen gedaan tijdens een interpellatievoorstel van kwestie Kletter in 1953. Ik wil afsluiten met, ik hoop dat de parlementsleden die er hier zijn, dezelfde attitude nemen. En ik heb als ik een aantal parlementsleden, meneer Gayadin al zie, dan zie ik dat men goed bezig is. En ik wil zeggen van, ik hoop dat het op die wijze nog in het gebouw van het volk goed gebruikt zal worden gemaakt. Dank u. Dank u wel, meneer Dayanand Moengra. Het ontwerp van de zaal is pro deo gedaan. Dat heeft u ook gehoord in de toespraak van meneer Dayanand Moengra. Zo ook de architect die de herinrichtingswerkzaamheden zijn verricht door medewerkers van Klipper Vastgoed. Ik nodig nu uit de heer Wiraj Moengra, directeur van aannemingsbedrijf Klipper Vastgoed, om het woord tot u te richten.
Goedemorgen, voorzitter, andere voorzitter, meneer Gayadin. Ik vang Clipper vastgoed. Ik ben ook zeer dankbaar dat we dit project mochten uitvoeren in samenwerking met de architect, ingenieur Diane Moengra. Ik had zeker gelijk ingestemd, omdat de assemblée toch een belangrijk orgaan is waar er wetten worden gemaakt en we ook zeker onze bijdrage wilden leveren. En vandaar dat wij dus de totale herinrichting en deels renovatie schenken aan de Nationale Assemblée. Ik hoop ook dat het ook zeer prettiger zal zijn nu met deze herinrichting voor ons totale regeerteam, dat het een betere werksfeer ook voor hun mag zijn. Ik dank u. Dank u wel, meneer Viraj Moengra. We hebben ook de fractieleiders hier in het parlement. En het is nu tijd dat ik ga uitnodigen mevrouw Dinota Voorswijk, fractieleider van de ABOP, om kort het woord tot u te richten. Goedemorgen, voorzitter van het parlement, ondervoorzitter, collega-fractieleden. Ik ben heel blij met de nieuwe zitting dat onze parlement vandaag de dag heeft gekregen. Nu met de verschillende weten dat COVID-situatie nu in het land vererger is, om het zo te zeggen, en wij als parlement moeten daardoor een heel goed voorbeeld geven. Vandaar dat wij vanuit de PL-ABOP-fractie onze dank willen uitbrengen aan architect en het andere bedrijf die mee heeft geholpen om dit alles gratis te schenken aan de Surinaamse gemeenschap. We zijn u zeer dankbaar en blijft u zo werken voor onze Surinaamse volk. Ook wil ik de leden feliciteren met onze nieuwe zitting nu in het parlement. Ik wil ook bedanken de verschillende afdelingen die allemaal hier een bijdrage hebben geleverd, dat het vandaag een feit is geworden, dat we eindelijk conform de COVID-maatregelen de verschillende vergaderingen mogen hebben hier in het parlement. Mijn dank is zeer groot en dank u wel. Dank u wel, mevrouw Voorswijk, fractieleider van de ABOP. Ik vraag nu een vertegenwoordiger van de NDP, meneer Melvin Bouva, om het woord tot u te richten namens de fractie van NDP. Vraag vergiffenis even voor de dikke. Ik groet de voorzitter van DNA, de vicevoorzitter, de griffier, de collega-fractieleiders en natuurlijk collega-parlementariërs, de aanwezigen vanuit de verschillende bedrijven, architectenbureau en aannemingsbedrijven en natuurlijk de pers. Inderdaad, hier als waarnemend fractieleider, de fractieleider kan hier niet aanwezig zijn, maar de fractie voelt zich geroepen om een moment als vandaag toch wel niet alleen getuige te zijn, maar voor een belangrijk moment ook aan het begin te staan van het gebruiken van onze nieuwe zaal. Laat me zeggen, voorzitter, we hebben niet zo lang geleden hebben we de launch gehad van een nieuwbouw van de Nationale Assemblée. En in feite had ik gedacht, gehoopt, dat het eerstvolgend moment in de brandnieuwe zaal zou zijn, met een modern en mooi gezicht, maar de wereld noopt ons, de situatie noopt ons om mee te gaan met de noodzakelijke veranderingen
die de tijd van ons vereisten om nu te komen op dit punt. Omdat we weten, COVID is een ernstige bedreiging voor het werk, voor het leven van elke dag. COVID is ook een belangrijke bedreiging voor het werk dat we hier in DNA moeten doen. U kent de vorige zaal, heel dicht bij elkaar. Mensen die bijna over elkaar liepen, zo dicht beklonken was dat. Bijna als prakiki ubesdong. Heel gevaarlijk en in feite absoluut niet bestendig tegen de eis van wat COVID nu vraagt. Anderhalve meter, de zaak openhouden, handen die in feite constant ontsmet moeten worden in onze mondkap. Dat zijn de vereisten en ik ben blij dat de DNA daarin nu een belangrijke stap zet. Want leden waren de afgelopen tijd huiverig, leden waren bang, gezien de setting die we eerder hebben gekend. We hebben dit op een goed moment dan besproken in de huishoudelijke vergadering en gezegd, akkoord, wij zullen achter dit project staan. Wij gaan ervoor dat de nieuwe setting wordt gedaan, zodat we op een behoorlijke manier ons werk kunnen doen. Daarom ben ik erkentelijk alle personen, instanties die hier aan hebben gewerkt, ben ik bijzonder erkentelijk voor, omdat dit ons in elk geval op het punt brengt dat we op basis van het nieuw normaal ons werk verder gaan moeten doen en verder kunnen doen. Je moet weten, als lid van de IPU kom je wel eens in contact met parlementen. Veel parlementen in de wereld, voorzitter, vergaderen niet, kunnen niet vergaderen vanwege de situatie. Anderen doen het digitaal, anderen doen het op alternatieve wijze. En wij zullen wat dat betreft een stap vooruit zijn om hiermee ons werk te kunnen doen. Ik rond af door ons allen te bemoedigen om hier goed gebruik van te maken. Laten we daar in de stap die we nog moeten zetten naar ons nieuw gebouw van deze zaal goed gebruik maken, zuinig zijn, maar vooral veilig en gezond. Want COVID is een zaak zonder aanzien des persoon, Aynak Alamang. Dus laten wij ons vanuit deze plek als voorbeeld stellen naar die samenleving, hoe wij COVID-proof ons werk kunnen en zullen blijven doen voor en namens de samenleving. Iedereen die hier aan heeft gewerkt, bedankt. En onze collega's, gefeliciteerd. Wij gaan ervoor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bouwman, namens de NDP-fractie. Ik nodig nu uit de vicevoorzitter van het parlement, de heer Deo Sharman, die ook zal praten namens de VAP-fractie. Dank u wel, mevrouw de MC, voorzitter, en met inachtneming van alle protocollen, dames en heren aanwezigen, goedemorgen. Het is natuurlijk een mooie om te zien dat we in een nieuwe ruimte zullen gaan zitten, anders ingericht. En alles heeft te maken met het feit dat we als parlement ons zullen moeten adapteren aan de nieuwe orde die COVID heeft gebracht. Deze omstandigheid, dames en heren, leent ervoor dat we nu voltijds op een keurige manier verder kunnen gaan werken. DNA wordt genoemd het huis van het volk en behoort ook dus een voorbeeldfunctie te hebben naar die grote samenleving in verband met COVID, dat wij hier op de juiste en de correcte wijze gaan zitten en werken. Laat het gezegd zijn dat de aannemers en de architecten die het werk hebben opgeleverd binnen korte tijd enorme waardering van mij verdienen en eigenlijk aan de handelingen van het parlement ook een klein stukje handeling hebben toegevoegd als familie Moengra, die altijd hun stempel hebben gedrukt in het parlement. Wij zijn erg erkentelijk en zeker vanuit de VHP dat er toch mensen zijn die ook vanuit die partij gelederen zijn voortgekomen en vandaag ook dit werk hebben geleverd. Daar zijn we ook erkentelijk voor. In ieder geval, de nieuwe COVID-situatie heeft genoopt dat wij vandaag deze exercitie hebben moeten plegen, omdat het werk niet kan blijven staan. We moeten en zullen moeten werken in het belang van land en volk. Er is geen argument meer. Laat mij ook aangeven, dames en heren, dat dit een onderdeel is van andere protocollen die wij zullen uitvoeren in het gebouw van de Nationale Assemblée. Want niet alleen dit deel van het gebouw is belangrijk, ook andere faciliteiten van het gebouw zijn belangrijk.
waar we protocollen zullen hanteren om alles een beetje COVID-compatibel te houden en ervoor te zorgen dat dit gebouw zoveel als mogelijk COVID-vrij kan blijven. Mag ik nogmaals dank zeggen aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit project, tot het succes van dit project en dat in ieder geval de Nationale Assemblée de leden daar optimaal gebruik van zullen maken om hun werk naar eer, geweten en behoorlijk te kunnen uitvoeren. Met dankzegging. Dank u wel, meneer Sharman. Niemand zo blij en trots als de voorzitter van het parlement. U ziet de zaal, het ziet er zo nieuw uit als een nieuwbouw. Mag ik nu uitnodigen de voorzitter van het parlement, meneer Marinus B., om het woord tot u te richten. Zo, dank u wel, MC. Inderdaad ben ik blij, voel me trots om dit moment mee te maken. Eerst een mooie stap. Maar laat me groeten de vicevoorzitter van het parlement, de fractieleiders, de griffier en staf van DNA, de heer Viraj Mungra, de heer Dayanand Mungra, de geestelijke leiders, leden van de pers, goedemorgen. Een mooi eerste stap. Dus dat betekent, we gaan moeten werken. Die het parlement geeft richting de samenleving. COVID kan ons niet stoppen. We moeten de protocollen in acht nemen, maar het werk moet doorgaan. En wij als hoogste college van staat hebben aangegeven, we gaan ons als voorbeeld stellen. Laat me bedanken de heer Gayadin als initiatiefnemer van dit project. Maar daarmee geven we ook tegelijkertijd aan de wijze hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Want toen hij met dat idee kwam van voorzitter, ik denk dat we de zaal moeten gaan aanpassen. Want u ziet het, voor de vergadering lijkt het alsof mensen moeten hosselen om een plaats te vinden achter een microfoon. En dat is niet bevorderlijk voor het werk. Hij is toen met voorstellen gekomen. Ik heb toen gezegd, ik ben helemaal eens met je. Maar dit is niet een zaak van de coalitiefractie. Het is iets van de Nationale Assemblée. We zullen het voorleggen aan de vergadering ter goedkeuring. En ik bedank hierbij alle leden die unaniem hun goedkeuring heeft gegeven aan dit project. Maar meer nog, de transparante wijze hoe zaken zijn aangepakt. Er is eerst voor een openbare aanbesteding gekozen. En uiteindelijk hebben we 5 aannemers hier gehad, ja, ingeschreven. En op een gegeven moment hoorden we van de laatste inschrijvers die automatisch het werk zouden moeten krijgen, dat ze bereid zijn dit prodeo aan de Surinaamse samenleving te schenken. Wij hebben wederom vanwege de gevoeligheid van de materie, ja, donatie aan de overheid, de zaak weer voorgelegd aan de Nationale Assemblée. En unaniem is dat besluit genomen van, gezien de situatie waar het in het land verkeert, accepteren we dit. Ja? Met dien verstaande dat we niks achter gesloten deuren gaan doen, maar dat wij de zaak transparant houden voor de samenleving. En dat hebben we gedaan, zo met elkaar afgesproken en vandaag dit mooie moment. Maar verder is dat project opgefleurd met de camera's die zijn aangebracht. Het nieuw systeem van camera's. En u ziet het, terwijl we zo bezig praten, zijn we allemaal op de tv's, de 4 televisies. Ja? En we kunnen zaken live volgen. Ook mijn dank aan de
heren van onze technische dienst, de heer Winston Griffith, Rudolf Sukai en zijn team voor dit mooie moment, waar we met z'n allen ervoor ons hebben ingezet om dit te krijgen. We gaan moeten werken. Het land heeft ons nodig. Het land heeft de Nationale Assemblée nodig. En we hebben ons al bereid verklaard, ja, met z'n straks 51 leden, om dit land te dienen. Ongeacht vanuit welke positie. Wanneer het gaat om het Surinaams belang, dan zal dat belang boven moeten staan. En we zijn de bedrijven die dit Prodeo hebben gedaan, zeer dankbaar. En misschien is het te ver wanneer we zeggen, wanneer Suriname u nog eens nodig gaat hebben, dat uw bereidheid daar zal zijn om het werk te doen. Niet voor een individu, maar voor land en volk. Ik bedank aan ieder en wij zeggen, conform de protocollen die in acht moeten worden genomen bij het werk vanwege die COVID-pandemie, dat we met z'n allen dat gaan doen. We moeten voor een COVID-vrije Surinaamse samenleving gaan en dat is wanneer wij met z'n allen onze schouders onder het werk gaan zetten. Dank u personeel van DNA, dank u griffier, dank u bedrijven. Dank u geestelijken die vandaag hier zijn. Dank u leden van het parlement. En we feliciteren de totale Surinaamse samenleving met dit heugelijk feit. Ik dank u. Dank u wel, voorzitter. Een schenking is altijd op zijn plaats. De zaal is heel erg mooi. Maar zonder de kracht van de Almachtige zal het niet lukken om ons werk te doen. Ik vraag nu de protocoldames om de geestelijken te begeleiden voor hun bijdrage. Dierbare zielen, hartelijk goedemorgen. Namaste, Sitaram. Ik groet de goddelijkheid in u allen en wil u vragen om met mij in gebed te gaan. U sluit uw ogen. Kunt u uw ogen sluiten en in gebed. Hari Om Tvam Eva Mata Chapita Tvam Eva. O Almachtige, u bent onze vader en u bent onze moeder. Twameva bandhuscha sakha twameva. O God, u bent onze metgezel en u bent onze vriend. Twameva vidya dravinam twameva. O verhevene, u bent onze kennis en u bent onze rijkdom. Twameva sarvam mama deva deva. O Almachtige, u bent alles van ons. He Paramatma, o Almachtige, hama apko pranam karte he. Wij buigen voor u neer. Het zijn de zegens van u dat wij vandaag hier aanwezig zijn om dit nieuw gebouw in te zegenen. En het ziet er heel mooi uit. Het huis van het volk is ook een tempel, is ook een kerk, is ook een synagoge, is ook een masjid. Het huis van het volk dient ook mooi uit te zien. En een nieuw gebouw, een nieuwe omgeving is het teken van nieuw leven, een nieuw begin. En bij deze vragen wij, o Almachtige, dat u alle mensen, alle parlementariërs, iedereen al hier zegent met nieuwe kennis, wijsheid, kracht
gezondheid en dat ze dan in dit nieuw gebouw hun werk naar eer en ja, de beste eer kunnen gaan verrichten. Hari Om Sarve Bhavantu Sukhinah. O Almachtige, mogen iedereen gelukkig zijn in dit nieuw gebouw. Sarve Santu Niramayah. Mogen iedereen elkaar met liefde bejegenen. Sarve Pashantu Bhadrani Makashchi Dukabhak Bhavet. En mogen wij allemaal het leed niet deelachtig zijn. Ik wil afsluiten met het gebed van rust en vrede. Hari Om Dhyau Ho Shanti Antariksha Gwang Shanti Prithivi Shanti Rapah Shanti Roshadhayah Shanti Varnaspatayah Shantir Vishvedeva Shantir Brahma Shanti Sarvagvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiridhi. Mogen er rust en vrede zijn in de onderwereld. Mogen er rust en vrede zijn op de aarde. Mogen er rust en vrede zijn in de hemelen. En mogen er rust en vrede zijn in de bossen, onder de mensen. Mogen er rust en vrede zijn in dit nieuw parlement, in dit nieuw gebouw. Hari Om Shanti, Shanti, Shanti Hari Om. Rust, rust, rust. Dank u wel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the most merciful, the genadeful. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah. Dames en heren, u heeft vandaag middels deze plechtigheid gemeend goedkeuring te krijgen bij onze Schepper, dat dit nieuwe ingerichte zaal voor u een gezegende werkplaats mag zijn. Dat in het uitvoeren van uw plicht naar de gemeenschap toe, uw handelingen gezegende handelingen mogen zijn. Dat in het uitvoeren van uw verantwoordelijkheden u geleid en bijgestaan mag worden door onze Schepper. Dat in het bespreken van de problemen van het college, het land en het volk u vruchtvolle resultaten mag hebben. En dat u ook de goedvinding mag krijgen van het volk dat op u rekent en op wiens ondersteuning u ook rekent. En het als een gelovig volk u altijd de nabijheid van de grote hand mag hebben. Wanneer u hem het hardst nodig hebt, want dat heeft u in deze periode naast uw hard werken inderdaad hard nodig. Het is daarom goed om te allen tijden hem te gedenken en hem af te smeken om hulp, om op het rechte pad geleid te worden. Dames en heren, willen wij het goede en veelvuldigheid ontvangen, dan vragen wij de Almachtige Allah ons allen bij te staan in het op een goede en correcte manier dragen van hetgeen aan ons allen is toevertrouwd en succesvol te mogen zijn in het uitvoeren van zowel de individuele
als ook de collectieve taken. En dat u allen hier in het parlement, individueel of in samenwerking, de reden mag zijn voor het tot stand brengen van een verandering naar verbetering van de leefsituatie van het volk van Suriname. Amen. Dank u wel. We waren ook die alles maar zijn aanwezig in de zaal, ja, die de manting. We naar Prins Paris zijn die zouden doen, die de manting in de naam voor Jezus. We zijn begin, we begin naar Fesi, before we go arki, naar woord voor Massara, zijn hij tegen we abra, naar belangrijk zijn die zouden doen, aan momenten die ze, mek we begin. Almachtige God, naar in de hemel, we give you grand tangi voor naar momenten die ze Massara. Dat die de mamalteen wie de jaso maser gado fu wei a saldis in. We takken u grantang in masra tek abra fu wi masra en levi gado. Dat alla saur gado dat sa kont en eer en glorie voor u in de Jezus naam. Amen. Ik groet u allen ook in de wonderbaarlijke naam van Jezus. Ik wil vanmorgen lezen uit Haggai. Haggai 2 vanaf vers 1. Op de 24ste dag van de 8e maand, in ditzelfde jaar, sprak de Heere weer tegen zijn volk door middel van de profeet Haggai. Wie van u kan zich herinneren hoe de tempel er vroeger uitzag? Was hij niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Er moet aan deze tempel nog heel wat verbeterd worden. Maar, voorzitter van de Nationale Assemblée, houd de moed erin. En voorzitter van de Nationale Assemblée en alle anderen, laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag. Want ik ben met u, zegt de Heere van de hemelse legers. Toen u uit Egypte trok, heb ik beloofd dat mijn geest altijd bij u zal zijn. Wees daarom niet bang. Binnen zeer korte tijd zal ik de hemel en de aarde, de zee en het vasteland laten beven. Ik zal zelfs alle volken laten beven en de kostbaarheden van alle volken zullen naar mijn tempel komen en ik zal deze plaats vullen met mijn macht en majesteit, want al het zilver en goud is van mij, zegt de Heere van de hemelse legers. De heerlijkheid van deze tempel zal in de toekomst veel groter zijn dan die van de vorige tempel. En op deze plaats zal ik vrede en voorspoed geven, zegt de Heere van de hemelse legers. Mogen de Heere u zegenen. En mogen de Heere met u zijn. Ook toen mijn bar odi, die de manting, wo te kwam moment die voor begi, no actie of voor kafo u anu, tap u ai. Abba Vader, gado samiki hemel en grond tapu. Tide adewan bigi sanigiwi. Dat wil ik u dienst knekti, feni achanade, voor kan kon in a osso. Voor afvallen, voor kondra en wij in wanneer fasi van de zitten kon. Mij gado a grand tangi we gina you. Dat terwijl je doet wanneer sani in wanneer sani soon. Gado ook doet wanneer sani je doet in a osso voor afvallen. We put iedereen sa eurokoja in a osso in you anu. Bigi namoro, bigi wang, a voorzitter, gona onder voorzitter. A de fractie sa eurokoja. Ade rokoman protocol we laden potinu anu masra. Gado we begi dat we nyon fasi furoko e bigi no na ini a national assembly fusra nang. Wan fasi fu eenheid. Wan nyon fasi fu lobby. Sa bigi insran ini osoja.
Odas serena kondre sa gona fesi. Odas serena kondre sa feni boom in a uroko for the man nanga uman disi. Gara we begi krakti. We begi koniki ibri wang sa idu wang sanja ina oso. Grani gado we draga oso disi. A new fasi fa de rekte empotinu anu. We heiligen en we wee en te de giju. En terwijl we wee en, we begi dat you want take abra. En you take a woordigheid, mak de in a presidisi. En terwijl you take a woordigheid te kom, in a presidiaso. Rus, na vrede, we begi in a osso disi. Mika osso disi de vanaf te de afgetragen die gado. En miki ala trasa disa bon tek presi, broko saka. En meki ayaya fu gado. Awasa meki hemel en agro tapu. Meki rigeri ja ina oso. This way begitide. Ina neng fu gado a papa. Ina neng fu gado a man piking. Ina neng fu gado a santa ye. In Jesus' name. Amen. Dank aan de geestelijke leiders voor hun zegeningen. Voordat wij het geheel afsluiten, willen wij de architect Dayanand Mungra en de directeur van aannemingsbedrijf Klipper Vastgoed op een gepaste wijze dank zeggen voor hun bijdrage. Ik nodig de voorzitter en de vicevoorzitter Huis om hier dank namens het parlement aan de leden, aan de heren te zeggen. Ik nodig ook de heren Dayanand Mungra en Viraj Mungra uit. Dank u wel. Een nieuwe omgeving zorgt voor plezier om te werken. Maar zoals we hebben gehoord in de gebeden van de geestelijke, willen we ook rust. Want wanneer het gaat om Suriname, dan moeten we allemaal het groter belang begrijpen. En we zijn blij met uw bijdrage om dat Surinaams belang op de eerste plaats te zetten. Wij gaan met z'n allen uw voorbeeld moeten volgen. We danken u voor de bijzondere bijdrage en voor uw bijdrage hebben we natuurlijk een geschenk, ja, zodat u altijd kan zien. Het was zeer, zeer, zeer gewaardeerd. Dank u wel. Ja, meneer Mungra, u heeft natuurlijk bijzondere prestaties hier geleverd. Maar ik denk, deze prestatie zal natuurlijk leiden tot veel grote prestaties vanuit de zaal, vanuit de leden. En we zijn u daarvoor heel erg erkentelijk. Het is natuurlijk gepast dat wij u als gebaar een klein aandenkentje aanbieden. Alleen dat u naar deze momenten kunt terugkijken als u naar deze cadeautjes kijkt. Niet alleen, maar dat het een blijvende herinnering mag zijn voor alles wat u betekent op dit moment van het parlement. Mag ik mede namens de voorzitter en de rest van het parlement u dit presentje aanbieden, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter en vicevoorzitter. Rest mij nog de rest van de aanwezigen te bedanken voor dit moment. We stellen het zeer op prijs dat u aanwezig mocht zijn bij de oplevering van ons nieuw ingerichte vergaderzaal. Ik zie u heel gauw terug bij de eerstvolgende vergadering.
Het is geen persconferentie, maar om kort te zijn. Ja,